De problemen bij de Esther Stichting stapelen zich op. De bewonerscollectief heeft daarom gemeend om nu te trekken aan de alarmbel, omdat ze aangeven niet langer te kunnen wonen onder deze omstandigheden. Er is duidelijk een spanning daar, niet alleen onder de bewoners, maar ook onder de leiding en de bewoners. De voeding die ze krijgen, dat is niet naar huis te schrijven, zeggen zij. Brood met brood krijgen zij, zoals ze dat zelf aangeven. En over hun warme maaltijd, daarover durven zij zelf geen uitlatingen te doen. Busje welke zij hebben voor vervoer van cliënten in een rolstoel, dat zou dus ten eigen bate gebruikt worden, wordt er verder door hun aangegeven. Wij voeren nu naar verschillende bewoners die hun beklag deden bij TBN Pruimeleurt en waar ze een beeld schetsen onder welke omstandigheden zij moeten wonen in de Esther Stichting. Ik ben Steven. Ja, heer Steven, wat is het probleem? Het probleem binnen de Esther Stichting is namelijk zo dat die mensen, de manier hoe die mensen worden behandeld, toch de cliënten, de bewoners tenminste, het is onmenswaardig. Kunt u dat staven met een voorbeeld? Een voorbeeld kan staven, toch? Het zijn mensen die bepaalde liefde hebben bereikt. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de voeding van de mensen, toch, daar is het echt... Ik vraag het de mensen over. Wat zou de voeding in feite moeten zijn? Wat een bepaalde, wat een mens nodig heeft. En wat krijgen ze? Wat men namelijk in 's morgens op hun brood krijgt, is brood met brood. Is brood met brood. Toch, als je bepaalde leeftijd bereikt, toch, bepaalde mensen bepaalde ziekte voor vertoningen, dan moet je wel goed eten. Toch? En los daarvan, je hebt heel wat diabetes hier wonen. En men krijgt brood pas zo tegen iets van, neem een voorbeeld van gisteren, pas tegen 11 uur. Waaraan ligt dat? Ik heb vernomen van de keukenpersoneel dat de spullen waren opgesloten. In de kantoor van de coördinator. En hoort het zo? Is het in het verleden ook zo geweest? In het verleden kan het nooit zo zijn geweest. Nee. Toch? Maar je ziet dat Esther Stichting is het gewoon aan het vervagen. Het gaat achteruit. Nee. Toch? We hebben vaak genoeg hulp gevraagd van daarbuiten. Maar alles blijft gewoon in het donker voor ons. Goedemorgen, als u zich even voorstelt, wat is uw naam? Menso. Ja, mevrouw Menso. Wat maakt u zelf mee als, als cliënt, als bewoner van Esther Stichting? Nou, laat me zeggen. In het afgelopen hebben we kerst gehad van meneer Vismaak. En hij zegt, hij voelt dat er een spanning hier is in de Esther Stichting. Ik zeg inderdaad, wij kunnen het niet oplossen, want de directeur of coördinator, wat ze is, zegt dat zij het niet kan doen. Het komt van, wij moeten wat doen. Want ze heeft een kerstspeech gehouden dat nergens op slaat. Niemand kon begrijpen wat ze daarmee moet. Kijk meneer Vismaal heeft kaas gebracht, toch? Drie lol of hoe ze het noemen, kaas. Tot nu toe is het niet, heeft niemand een stukje gehad. Ze heeft gezegd wat komt op naam van de Esther Stichting is voor haar gebruik. Heeft ze dat gezegd? Ja, dat heeft ze gezegd. En dat bewijst ze ook. Dus ik weet niet hoe ik het in woorden moet zeggen, maar het gaat niet goed. Want kerst, voor mij niet hoor meneer, want ik neem geen beleg. Omdat, weet u, als je vanavond pindakaas op je brood zet en je laat het tot morgen, zie je direct dat het niet vanmorgen is gezet. En dat merk je hierop. Dus ik zeg, ik wil niet dat ze oliezaad in je brood zetten, die massa en je denkt dat het iets anders is. Dus ik heb aan mensen gevraagd die brood kregen, zogenaamd, met beleg. Gisteren heb ik bij een dame gezien, meneer Wampsire, die sham zo erin. Tot nu toe hebben ze geen kaas uitgedeeld. Maar we hebben het gezien dat meneer Vismaal het heeft gebracht. Drie kaas. Dat soort dingen. Je vraagt je af, wat gebeurt er? Wanneer de directeur hier moet zijn, is ze er niet. Dus ze heeft gezegd, hoe ze het heeft uitgelegd, dan hebben wij cliënten.
kom weer niet uit, man. Dat wij de oorzaak zijn, laat maar zo zeggen. Dus ik weet niet. Hoe bedoelt ze dat jullie de oorzaak zijn? Dat de spanning er is. Maar is dat zo? Is de spanning onder de cliënten? Het is er omdat het niet goed gaat. Je ziet dat het niet goed gaat. Ik heb u een klein voorbeeld gegeven van kaas. Tot nu toe, geen van die kerstdagen, is er één stukje kaas uitgedeeld. Ik heb speciaal gevraagd aan mensen, omdat ik geen beleg wil. Want het bevalt me niet. Een klein beetje, je ziet een rode plek in dat brood, dat jam moet voorstellen. Dus je kan niet zo, eigenlijk moet er een vergadering of wat welke naam je het ook moet geven, dat zij erbij is. En wanneer we onze krachten geven, dat ze kan reageren. Want zoals ze verleden heeft gereageerd met kerst van meneer Vismalen, is dat wij de oorzaak zijn. Maar wij zijn het niet. Ze zegt, het is geen directeur, het is coördinator. Ja. Dus dan ligt het aan haar. We zitten en we zien wat er gebeurt. Hoe zit het met jullie middagmaal? Oh, we krijgen een broodje, net als ochtends. Wanneer die mensen willen, want... Jullie krijgen geen warm eten? Ja, dat krijgen we, ja. Maar soms komt het zo laat dat je bijna geen honger meer hebt. Waar Angri mee kan konden, dat hij naar Angri moro. Er wordt geen rekening gehouden dat er mensen zijn die diabetes zijn. In dringend tablet, je kan niet op je nuchtere maag bepaalde tabletten gebruiken. Het is te veel om bij namen te noemen, meneer, maar het gaat niet goed. Er is echt, meneer Vismalen heeft het goed begrepen, er is een spanning. Mijn naam is Henk van Ommeren. Ja, heer Van Ommeren, wat wilt u delen met die samenleving? Nou, dat het vreselijk slecht hier gaat. Ja, het is niet onder woorden te. Ik kan het gewoon niet beschrijven hoe slecht het is. Ja, laat me een voorbeeld geven. De bewoners hebben een rolstoelenbus. Weet u dat de coördinator de bus afgepakt heeft voor haar privédoeleinden? Ja, die bus heeft een speciale lift erin. Ze heeft het gewoon afgepakt en gebruikt het voor persoonlijke doeleinden. Wat ik jammer vind, is dat wij al een jaar, langer dan een jaar bezig zijn om de autoriteiten te bereiken, om onze grieven en onze wensen door te geven, maar niemand luistert naar ons. We hebben de minister brieven geschreven, er wordt niet gereageerd. De minister van Sociale Zaken. En of er wordt gereageerd op een manier dat er eigenlijk niets inhoudt. Wij hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd, ja, mensen duidelijk te maken hoe slecht het hier gaat. Al die huizen zien er verschrikkelijk uit. Ja, die dame, ze wil geen directeur genoemd worden. Ze zegt ze is coördinator. Ja, die doet letterlijk niets hier. Letterlijk niets. Ja, ze verklaart dat ze door God geplaatst is. Maar ik moet mijn wenkbrauw wel even fronsen, als dat wel waar is. Ja, het is alom bekend dat vele mensen godsnaam gebruiken, ja, om een bepaalde positie te bekleden, maar bij mij gaat die vlieger niet op. Ja, ik kan u vertellen dat die vrouw letterlijk niets doet. Letterlijk. Kijk, als u een rondleiding hier zou krijgen, zou men u naar een bepaald... Het is groot hier zo. Verschrikkelijk groot. Men zou u naar een bepaalde afdeling brengen om u een vertekend beeld te geven van hoe het hier is. Er zijn verschillende mensen hier. Niet alle mensen zijn geestelijk achtergesteld. Niet alle mensen hebben een of andere zichtbare handicap. Ja? En er zijn ontwikkelde mensen tussen deze mensen. Maar men gaat je een beeld laten zien, waardoor je een beeld krijgt dat het hier alleen maar gaat om mensen, ja, die geestelijk achtergesteld is. En dat is een vertekend beeld. En dat doet ze vaak. Ja, alle mensen hier, of nee,
Het leeuwendeel van de mensen hier betalen huishuur. Het leeuwendeel betaalt huishuur. Wat is het bedrag? Nou, het verschilt van een mens tot mens. Ja? Maar iedereen, niet iedereen, bepaalde mensen betalen niet. Ja? Maar het leeuwendeel betaalt. Wat gebeurt met dat geld? Ja? U gaat niet willen geloven dat ik een ochtend hier rangsleed en een verpleger zei tegen mij: oh, ik vroeg hem, waar gaat ze? Ik ga naar de winkel, ik ga een fles olie kopen voor de keuken. Kun je zich voorstellen? Zo'n grote plaats voor een liter, dan stuur je iemand naar de winkel om olie te kopen. Laat om elkaar niet voor de gek houden. Wij hebben geprobeerd de minister te bereiken. Het gaat moeilijk zijn om hier een, we willen hebben dat je onderzoek instelt van wat hier gaande is. Maar is de minister zelf ooit hier ter plekke geweest? Hij was 2 keren hier, maar voor heel andere zaken. Heel andere zaken. En hij heeft steeds weer beloofd dat hij terug zou komen. Zelfs de voorzitter van de assemblee heeft 3 keren de belofte gedaan dat hij zou komen. Hij is nooit gekomen. En wij blijven maar brieven schrijven. Wij blijven maar hulp zoeken. Zonder respons. Ja, wij zoeken iemand die wij kunnen aanspreken. Iemand die wat voor ons zou kunnen betekenen. Ja, dat er tenminste een onderzoek wordt ingesteld van de gang van zaken hier zo. Alles is letterlijk slecht. De plaats wordt niet onderhouden. Ja, die huizen laten te wensen over. Je moet weten dat er mensen hier zijn. Er worden groepjes gevormd. Ja, bepaalde mensen krijgen wel spullen, andere niet. Ja, want er komt veel donatie hier. Maar de vraag is, hoe wordt de donatie gebruikt? Waarvoor wordt het gebruikt? Van wie is de donatie? Ja, het is van de Esterstichting, van de mensen die hier wonen. Maar dat gebeurt niet. Er komen donaties, er worden dingen eruit gehaald en je krijgt bijvoorbeeld 2 artikelen. Oh, het komt van mijn stichting. Er zijn stichtingen in stichting hier zo. Alles gaat verkeerd hier zo. Het enige dat wij vragen is, wij willen graag iemand aanspreken die wat voor ons zou kunnen betekenen. Want zo kan het niet doorgaan. Er zijn legio problemen. Echt waar, legio problemen. Dit is letterlijk een noodkreet. Letterlijk een noodkreet. De nood? Ja, meneer Ganesh, u heeft het gehoord van de mensen. De bewoners zelf, het bewonerscollectief, heeft alles gedaan wat in haar vermogen lag. Heeft brieven aan de minister geschreven. Er is een commissie van het ministerie van Sosavo hier geweest. Er is beloofd door die commissie aan ons dat er maatregelen getroffen gaan worden. Dat de Esther Stichting op de operatietafel geplaatst moet worden. Dat het mes erin gezet moet worden. Dat is wat wij als oplossing zien. Het probleem is, anderen hebben het uitgelegd, ik hoef niet meer erop in te gaan. Alles gaat hier verkeerd. De leiding, de mensen die hier leiding moeten... Laat me u iets uitleggen. Er is een bestuur van de stichting. En het bestuur is geplaatst door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Maar het bestuur van die stichting kan niet met de coördinator, want dat is de persoon die hier is, kan niet overweg. De man om aanvinding, ze hebben ruzie onderling. Er wordt niet... En de taak van die commissie, van het bestuur van de Esther Stichting, is om controle uit te oefenen op het beleid van de coördinator of directeur. Nu is het een coördinator. Maar dat kan niet gebeuren, omdat die twee niet door één deur kunnen. Er is ruzie tussen de twee. We hebben het ministerie dit ettelijke malen gevraagd. De hoofdschuldige hierin dat deze situatie voortduurt, is het ministerie van Sociale Zaken. We stellen de minister verantwoordelijk hiervoor. Want er is beloofd dat er maatregelen getroffen zouden worden hier bij de Esther Stichting. Dat de leiding, er zou met de leiding gesproken worden of whatsoever, of die zou weggehaald worden, I don't know. Maar ze zouden maatregelen treffen. En dat is wat wij telkens geëist hebben. Dit ding moet stoppen. Dit is een noodkreet. Laat de bevolking weten dat het hier bij de Esther Stichting, de bewoners het heel slecht hebben. Het is rotzooi, rommel. Er is geen leiding. Iedereen doet hier wat hij wil.
Dat is de situatie. Nogmaals, ministerie van Sociale Zaken, de bal ligt bij jou. Er moet een oplossing komen hiervoor. Het is een feit, zoals u dat daarnet zei, de ruzie tussen het bestuur en de coördinator. In feite worden jullie dus de dupe daarvan. Worden wij de dupe daarvan? Want het stichtingsbestuur, zoals de statuten dat zeggen, moet controle uitoefenen op het beleid van de coördinator of directeur. Maar dat kan niet, het gebeurt niet. Het gebeurt niet, het is een vrijgevochten boel hier.